Nee, Defensie is echt niet op orde nog. Er moet echt heel veel gebeuren. We moeten gewoon verdergaand investeren. Welkom bij Kamervragen. Mijn naam is Fons Lambie en elke week bespreken we met een politicus de actuele politiek. En vandaag doen we dat met de minister van Defensie, mevrouw Bijleveld. Welkom. Dank u wel. U bent nu ruim een jaar minister van Defensie. Staat Defensie er nu beter voor dan toen u begon? Nou, ik vind wel echt dat we stappen gezet hebben. Want als je kijkt waar het begon, dan schrok ik zelf wel hoor, van de staat waarin Defensie verkeerde. Maar dit kabinet heeft natuurlijk mogelijk gemaakt dat we echt investeren in Defensie. 1,5 miljard structureel per jaar. En ik heb zelf heel erg mijn best gedaan om in de eerste begroting, die nog niet eigenlijk mijn begroting was, maar de begroting van mijn voorganger, wel al bijvoorbeeld 400 miljoen extra te krijgen voor de ondersteuning van onze mensen. En dat is ook gelukt. Dus mijn eerste begroting van 18, daar zat al extra geld en dat is echt mooi om te zien. Je hoort heel veel van die verhalen over extra geld, maar wat heeft de gewone militair daar nu concreet van gemerkt? Nou, daar praat ik met ze over, want ik ga veel op pad. Ik ben net ook weer een hele dag op pad geweest om met de gewone mannen en vrouwen die bij ons werken. Waar ik wel heel erg van onder de indruk ben, dat is wel goed om te zeggen. Ze werken allemaal zo met passie voor het bedrijf. Nou, zij merken al dat er meer ondersteuning is. Ze kunnen meer oefenen. Mm. Er is meer munitie. Er zijn meer mogelijkheden. Er is nieuwe kleding. Als ze op missie gaan, dan gaan ze, dat heb ik ook zelf gezien en vastgesteld, dan gaan ze in de nieuwe gevechtskleding daar ook naartoe. Ik was in Afghanistan, waar ik ook naar de commando's heb gekeken en met hun heb gesproken. Ook aan de bar, want dan hoor je het meeste, hè, als je met hun, weliswaar alcoholvrij natuurlijk, maar aan de bar hoor je dan het meeste. En daar zeiden ze gewoon ook, wij hebben echt nu state of the art spullen. Ja. En ik vind ook dat onze mannen, dat zijn allemaal mannen, daar ook echt recht op hebben. Maar, dus je ziet stappen, maar het gaat wel echt stap voor stap. Maar is Defensie dan al op orde? Nou, die littekens die zijn achtergebleven na die jarenlange bezuinigingen. Nee, Defensie is echt niet op orde nog. Er moet echt heel veel gebeuren. We moeten gewoon verdergaand investeren. En we moeten werken bijvoorbeeld aan de veiligheid. Hè. We hebben er ook voor gekozen om echt te investeren in de veiligheid in onze organisatie. Hebben we ook opgebouwd. We hebben een inspectie, een directieveiligheid. Mm. Want dat is het eerste, vind ik, waar je als bewindspersoon ook naar moet kijken of als minister. Mijn mannen en vrouwen moeten veilig kunnen werken in een bedrijf. Maar moet er dan nog meer geld bij? Is het dan nog een kwestie van er moet nog een stap extra gezet worden bovenop wat er in het regeerakkoord is afgesproken? Echt geld bij. Ik heb zelf vanaf het aantreden eigenlijk gezegd, het regeerakkoord is een goed begin. Ik weet niet of u dat nog zich herinnert, maar ik heb dat ook bij de kennismakingsinterviews gezegd, het is een goed begin. Maar ik heb in dit jaar wel gezien dat we echt van heel ver moeten komen. Dus er moet geld bij. Hoeveel dan? We moeten natuurlijk groeien naar het NAVO-gemiddelde. Dat hebben we ook afgesproken. En dat doen we niet omdat we het gemiddelde zo belangrijk vinden, maar omdat we echt in onze eigen veiligheid moeten investeren. Mm. Dus die 5 miljard of iets meer dan 5 miljard over deze periode vind ik een goed begin. Als je kijkt naar het NAVO-gemiddelde van 2%, daar voldoen we nog lang niet aan. We zitten op 1,2 zeg maar. Zou dat zo'n 6 of 7 miljard zijn? Dat is irreëel natuurlijk. Dat gaat nooit lukken. Dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Maar een stap in de richting zoals bijvoorbeeld het Duitsers van 1,5%, dat is het Europees gemiddelde ongeveer. Dat is denk ik voor een rijk land als Nederland wel belangrijk. Dus ik ben in die zin wel blij dat we bij de NAVO-plan dat ook hebben ingediend. Dat we gaan investeren in de 5 capaciteiten die zij belangrijk vinden. Maar dat we ook hebben gezegd, oké, dat betekent ook dat we die in de loop van de tijd die capaciteiten moeten kopen. En dat betekent ook extra geld. Maar dat betekent dus dat er echt nog deze kabinetsperiode een substantiële stap. En dan praat u toch al snel over honderden miljoenen die er toch nog weer extra bij moeten. Ja, dat kan ik nog niet zeggen tegen u. Dat is zo jammer, hè? Maar we hebben nu niet voor niks. We hebben nu natuurlijk niet voor niks die brief gestuurd ook. En we gaan dat keurig bij de voorjaarsnota met elkaar verder bespreken. Maar helder is dat wat we nu hebben en de manier waarop we ervoor staan. Mm. Maar ook wel het belang om echt in onze eigen veiligheid te investeren. Ik wil dat toch wel benadrukken. Want ik vind de onzekerheid in de wereld is echt gegroeid. Ik weet niet hoe u daarnaar kijkt. Maar als je kijkt naar wat er aan de randen van Europa gebeurt. Aan de Russische kant, maar ook aan de zuidelijke kant. Maar aan de Russische kant met name. Dan vind ik dat wij veel beter naar de dreiging moeten kijken. En zelf ook op onze eerste grondtaak. Wij hebben dat is ook wel mooi om te zeggen. Dat weten niet veel mensen. Ja. Ons departement heeft een grondwettelijke taak. He,
Ja, maar dan moeten we dus voor onze eigen veiligheid als eerste van het Koninkrijk en het bondgenootschap opkomen. Maar de Rekenkamer was daar een paar jaar geleden snoeihard over. U kunt niet eens voldoen aan die grondwettelijke taak zoals die er nu is. Zeker. Dus daarom heb ik bijgebogen, want we hebben drie taken. Bijgebogen naar onze eerste grondwettelijke taak, bescherming van het Koninkrijk en van het bondgenootschap. En eigenlijk ook de binnenlandse taken, dat heeft u al afgelopen weken ook gezien. En ja, dat betekent dat we gewoon meer moeten doen. Helder. En dat we, daar werk ik heel hard aan met onze mensen. Maar u hebt nu een plan liggen. Daarmee gaat u straks naar de andere NAVO-bondgenoten. Ja, minister-president heeft het ingestuurd. Hè? Zo is het keurig. Maar die zullen nog niet tevreden zijn bij de NAVO. Want u haalt die 2% nog lang niet. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. We halen de 2% niet. Dat is helder. U gaat op uw kop krijgen. Ik denk wel dat we op ons kop krijgen. Maar wat wel belangrijk is om te zeggen dat we een aantal dingen wel goed doen. Want anders is het beeld te negatief. Financieel niet goed genoeg. Moeten we echt nog grote stappen zetten als we aan Wales willen voldoen. Maar het is wel zo, dat vraagt de NAVO ook, om een goed investeringsquotum te hebben. Dus dat we... een bepaald percentage ook echt investeren. En daar voldoet Nederland wel aan. Wij investeren van onze begroting meer dan 20%. En dat is wel goed om te zeggen, toch. Maar als u ziet, en we doen ook mee aan activiteit. Commitments noemen ze dat. Dus ja, maar toch Trump, en die is daar hartstikke duidelijk, en die blijft zeggen, u moet betalen. Ik wil die 2% dat andere NAVO-landen dat halen. Als je een betrouwbare bondgenoot bent, hè, want het is een bondgenootschap waar je zo'n afspraak hebt gemaakt, ja, dan is het natuurlijk reëel dat je ook uiteindelijk met elkaar je aan je afspraken houdt. Van beide kanten geldt dat dan natuurlijk. En we komen van ver, dat is helder. En we zetten stappen. In deze kabinetsperiode vind ik zelf een enorme stap als je kijkt waar we vandaan komen. Ik bedoel, dat moeten we ook zien. En de intentie is er om ook nog verdergaand te investeren. Nou ja, en dan zal het stap voor stap gaan. Maar we zetten stappen. Wat vindt u van de opmerkingen van Trump, die ook de laatste tijd weer volop zijn uitgelekt? Namelijk dat duidelijk is dat hij weinig nut ziet in die NAVO. En ja, als Amerika toch eigenlijk de belangrijkste bijdrage levert. Ja, wat stelt die NAVO dan nog voor als de Amerikaanse president er zo over praat? Ja. Nou ja, ik denk een bondgenootschap ben je samen. Ik hecht heel erg aan de eenheid in het bondgenootschap. Dus ik vind het op zich, dit zorgt voor onzekerheid. Het is niet goed. Het bondgenootschap bestaat dit jaar overigens 70 jaar. Hè? Ja. En het is een garantie voor onze veiligheid uiteindelijk waar het om gaat. Dus ik vind het jammer. Wij gaan natuurlijk tot nog toe. Hebben de Amerikanen zich altijd wel keurig aan de afspraken gehouden. En in de NAVO-vergadering, waar we natuurlijk over ons eigen plan spreken, dan zal ik zeker inbrengen dat we gedeelde waarden hebben. En dat we als bondgenootschap eenheid moeten uitstralen. Dat we van elkaar afhankelijk zijn. Ik geloof echt in de transatlantische verhoudingen. En dat betekent ook dat we met elkaar naar de toekomst moeten kijken. Maar stelt de NAVO nu minder voor, nu Trump die opmerking heeft gemaakt? Want welk land is nu nog zeker dat Amerika ook uiteindelijk zal helpen als het wordt aangevallen? Nou ja, kijk, dat gaan we bespreken. Het stelt niet minder voor. Het bondgenootschap functioneert nog steeds goed en de Amerikanen investeren ook wel degelijk. Maar we moeten daar wel heel veel energie in stoppen om dat ook zo blijvend te laten zijn. Dat is denk ik ook van belang. En ik zal me daarvoor inzetten, omdat ik denk dat we zonder de Amerikanen eigenlijk ook niets kunnen op ons continent. Dat is denk ik ook van belang. Dat wat inzetten van mijn kant betekent dan ook dat ik er alles aan zal doen om meer te investeren. Omdat we uiteindelijk voor onze eigen veiligheid moeten opkomen. Maar dat doen we niet alleen vanwege Trump? Nee, dat doen we echt omdat wij ook zelf voor onze eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. Ja, nu lopen we hier de gangen van het CDA in het gebouw van de Tweede Kamer. Ik heb er lang gezeten. Ja, want u bent staatssecretaris geweest, heel lang Kamerlid geweest. Ja, meer dan 12 jaar. Ik heb hier ook nog boeiende vergaderingen voor gezeten met een dichte deur. Hoe vindt u dat het nu gaat met het CDA en de coalitie? Nou, ik denk dat het CDA heeft denk ik heel goed ingezet op een aantal thema's die wat mij betreft van belang zijn. Investeren in veiligheid, dat is een belangrijk punt. Dat geldt voor de justitiekant en dat geldt voor de defensiekant. Dat is echt heel erg van belang. Daar leveren wij ook de bewindspersonen in zorg. Dat zie je nog niet terug in de peiling. In zorg is ook van belang. En een hele goede minister van Financiën en een goede fractie. Ja, peilingen, ik heb wel geleerd, ik weet
niet hoe je daar naar kijkt. Maar ik heb in de jaren wel geleerd, je moet altijd pas naar de echte peiling kijken. En dat is als er verkiezingen zijn. Nou, we staan hier bij de verkiezingsposters van het CDA. Wie staat er wat u betreft de volgende keer voor het CDA op die poster? Nou ja, dit is de laatste, hè, want dit zijn allemaal oude posters. Ja, oude ja dit is een beetje oude posters. Die herken ik wel, want daar heb ik natuurlijk ook aan mee gedaan. Ja. Nou, Sybrand Buma is onze politiek leider en die doet het volgens mij prima. En wat u betreft, zijn er nog geen verkiezingen, dus hoef ik me daar niet mee bezig te houden. Maar ik ga er ook niet over, dat weet ik. Is er een keertje tijd voor een vrouw? Een vrouw altijd goed, bij welke partij dan ook, dat we vrouwen hebben. Dank u wel. Graag gedaan. Tot zover Kamervragen en volgende week zijn we er weer. Tot volgende week.